Dag Valère, hoe en wanneer zijn je geboren? Ik ben geboren in Kerkham op 7 juli 1937. Valère, hoe wat doen jij van beroep? Wat doet je papa? Mijn papa was landbouwer en mijn ma was dus huishoudster. En weet je iets van hoe papa zijn werkdag in je zat? Wij ging die in het veld? En dat was in een tijd nog bepaald. En ja, die vertrok dan als er moest akkeren of zo, weet hè. En had je de boerderij vots gedaan, jezelf? Ik ben een opvolger geweest, ja. Ik was maar alleen. En... Moest het je naar school gegaan? Ja, eerst bij de nonnetjes. Achteraf bij de meester in het gemeentehuis. En achteraf heb ik in het college Saint-Louis in Warem gezeten. En als je naar school ging in Kerkom, waar ging je naar school? Oh, ik ben zelfs, want ik heb nog terug mijn klunksjes gevonden. Dan ging ik mijn klein klunksjes naar de school. En was dat metjes en jongens apart? Dat was... Bij de nonnen was het de metjes apart, hè. Ja. En dan bij de jongens was de gemeenteschool. En waar was de verstandhouding tussen u en de nonnen of tussen u en de meester? Goed. Ja, we zaten al de studiejaar zaten in dezelfde lokaal. Ja. Wat speelde Jules op de speelplek? Weet je dat nog? In het college was het altijd voetbal. Dus maar is het zo. Maar hij was het gewoon spelletjes onder elkaar. Zo. Want toen was er nog geen gsm of niks. Nou, dus... Nee, dat was... En na de school, Valère, wat deed je dan? Mijn huiswerk. En toen mocht je gewoon spelen of moet ja, je helpen? Dan spelen en helpen nog, ja, wel. Ja. We hadden dat werd weer meer moest ik helpen. Ja. En Valère, heb je goed moeten helpen de huis inhalen? Ja, absoluut. Kun je ja. Me iets van vertellen bij dat gonk? Oh, met zichtmachine, dat was een zichtmachine dus en er stonden 2 pijpen in en ik mocht dan vuren op dat machine. En van tijd als het machine verstopte, dan moest ik oppassen of ik vuur van de zetel af, van de stoel af. Ja. Ja, en dan helpen maandelen. Wat is dat juist, maandelen? Maandelen, dat is bijvoorbeeld 5, 6 schroeven naast elkaar zetten op een bundel zo. En als ze dan bij dat strooi thuis kwamen, wie ging dat dan? Dan wonk het grijn nog aan en dan wordt dat getast. Hè. Wordt in de schuur ingetast, hè. Allemaal schoen geroest. En dan wordt dat achteraf in de winter, wordt dat bij het dosmachine dus gedossen. In de winter, dus winterperiode, wordt gedost en via dan dus een eigen dosmachine. Dan moesten we dus iemand die het in de maal van het machine stak, moet kapotgeslagen worden. En dan hangen er 2 zakken aan waar het krijgen in kwam. En dan wordt aangedreven met een motor van een elektriek, met drijfkracht dus. En dat ging redelijk goed. Dus dat was het werk voor de winter? Dat was het werk van de winter, ja. Had je ook veel beesten? Ja, we hadden dus melk. En werden er dus zelf boter gemaakt? Dat was al meer dan in een tijd. Ja, er wordt boter gemaakt. Dat was dan de zoon, de room, die wordt bewaard. En dan, als ze genoeg bedien hadden, dan worden ze, want hij steert nog, ze, wordt bij een kroeg. En dan mocht ik dus, of moest ik, stumpen. En dat was stump maar mannetje, zei mijn ma dan. Dat was het boter wordt en dan kwam het al boven de haard. Ja. Dat was een teken dus dat ze geslaagd was. Ja, ja. En was dat boter voor eigen gebruik of verkocht uw mama die boter? De boter wordt geklopt in 1,5 kilo's. En dan deden we dat naar een winkel in Sutra. En wie doet zij dat doorheen? Bij de vrouw. En uw mama slaagde die ook zelf? Slaagde? Dat wordt geslaagd, ja. Ja. Dan komt er een slachter dus. Dat wordt thuis geslacht en dan wordt er een kaap gezet, dat herinner ik me nog. Ja. Een vrieskaap en daar stond in de kolder een houten eiken vrieskaap met een deksel op. En dan wordt dat bezaad tussen gelegd. En
Ja, dan zijn we maar, goed, maar een stuk halen. Maar neem het mes mee, want je krijgt het zaad ervan af. Ja. Moest ik eens. En wat mag de oermama allemaal als de geslaagd wijnde? Wat mag de oermama dan? Als we slaagden, dan nam ze dat in potten, wekte ze dat op. Ah, voor te bewaren. Voor te bewaren. Dan moet er een grote mermietje zaten doen. Er stonden dus 6 of 7 of 8 potten in. Bij een thermometer en dat moesten we zien. Dus dat, vanaf het moment zo lang moest dat koken. De sacramentsprocessen was hij dus in Terp en dan ging ze langs het kasteel en even vuur op Terp stond een tabernakel en dan wordt de zegening gedaan. Dat was zo een hele tour rond aan de Huisdestraat. Daar stond ook in, dan ging ze tot van onder in de Huisdestraat. Gingen ze langs het kasteel zo en kwamen ze even vuuren op Terp. En daar stond dat tabernakel. En zo terug naar de kerk en dat was de processen van het sacrament. Processen. En doe dat je altijd bij mij? Ja, daar was al redelijk veel volk. En... Valère, heb je ook de oorlog meegemaakt? Ja. Weet je daar nog iets van? Ja, daar weet ik nog iets van. Vertel eens. Ik heb bij de Amerikanen gezien, ik heb bij de Duitsers gezien, ik heb ze allemaal gezien. Ik weet nog goed dat de tanks van de Amerikanen aan de achterkant doorreden en dat ze me chicken noorsmeten. Ze zaten boven dus op de tank en ze smeten me chicken. Dat was de eerste keer dat ik een chick ja. Mijn mond kreeg. Ja, en er zijn een paar vliegers afgevallen. En dan wordt de bewaking en dan sliepen de Duitsers bijvoorbeeld in dat eerste stelletje. En dan ging ik bij de mannen zitten en dan gaven ze me een stuk worst. En door naar de Amerikanen, want heel wij zijn nog vol tanks gestoond en van alles. En van de ene, daar herinner ik me nog van de ene, en de ene waren op de wei gelopen dus. En die waren een dag allemaal kapot. En die hadden zeker van dat poeier gitten van des in de kuilbos tegen dat buskruid. De vlieger die afgevallen was, dat was een van de Duitsers dus. En toen kwam er dus bewaking rond. En dat was het kortste bij, dat was hij misschien op 400 meter, 500 meters vanaf dat hij afgevallen was op het veld, op zijn krij. Dan heb ik ook een gezien die op de gracht gevallen was van de kruisstraat dat we zijn. Die zat dus heel, de houding dus, heel gehurkt, heel verbrand, ja. En daar hebben ze, mijn vrouw, hij door een kruisje van gekregen, dat ze gemokt hadden van de plastic van de cockpit. Heb je ook honger geleid tijdens de oorlog? Nee. En heb je schrik gehad? Nee, ook niet. We waren nog te jong voor schrik bij me, feitelijk. We wisten het niet te goed wat de kans was, want we hadden alle 14 dagen, 3 weken hadden van een andere leerkracht. Als we dus in de gemeenteschool zaten. En ik weet nog goed, we hadden een juffrouw. En de juffrouw liet, dat was een bombardement, en de juffrouw liet de sloep en thuis. Ga maar naar huis. En ik kwam mij thuis gelopen. En aan de café van Floor Jammer lagen er 2, 3 mensen tegen de gracht. En er was een ijzer afgevallen, moet hij bummekers aan vasthouden. Dat was brisant bummekers, dat ze zeiden. En de mensen lagen daar tegen de gracht. En ik volg voor Tess. Nou, hij dus tot thuis. We hadden dus 2 pijt en... De Duitsers wilden die opeisen en ik weet nog goed dat mijn pa, ze ging verstoppen. En in de vliegenstroot, dat was een diepe stroot en er waren nog andere boeren ook die kwamen bij toen zei dat ze... Ja, en dan was de ene die op uitkijk stond. Ja. En hebben ze ze uiteindelijk meegenomen? Nee, ze hebben ze niet meegenomen. Ze hebben ze wel eens meegenomen naar Centraal. Dat weet ik nog goed. En mijn pa die moest dus ook bij zijn pijt gaan. En er was een VR zeker die de keuring deed, hè, of die wel geschikt waren. En hij bezag dat pjat van papa.
En hij zei, er kwam dus een kot bij en mijn pa, ik weet niet wat er gedaan had, ja, een doef en een pjat stamde naar die, naar die, naar die, die controleur. Controleur. Luis, zei er. Wie direct aan, de pijpte, zei er. Dat zal wel, dat zal wel. Valère, wie was de invloed vroeger van de pastoor? Goed. Ik weet nog of we catechismes krijgen. Dat was dus, hè, catechismes. En dat was in een tijd van pastoor Meeuwissen. En als we niet aandacht gaven, die had een petluutje steken achter zijn oor. En dan smijt hij dat petluutje, dat misschien nog gevaarlijk was, hè. Hij smijt er naar die en dan moest hij dat petluutje terugbrengen. En dan was het erop, hè. Stel, ah ja. En moet jullie dek naar de mes gaan? Ja, wij mochten altijd naar de mes gaan. Elke dag? Nee. Zondags en maar zondags was het dan van 's morgens in en de hoogmis en het lof zo namiddags. En in de kerk lagen door de mannen en de vrouwen door elkaar of apart? Die lagen apart en ik weet nog goed, op het begin, ieder zijn stoel moest ervoor betaald worden, weet ik niet. Maar ieder had zijn stoel, vloer de kasten op zo. En dan gingen ze, de mensen daar binnenkomen, gingen op hun stoel liggen. Dus ze zeiden, wel een pakker erbij. Ja. Ja. Dat zit je na niet mee, hè. Na de stoelen genoeg. De invloed van de burgemeester, dat was de graaf. Ja, vroeger was het allemaal, als ze meneer de graaf zag en zo, hè. En meneer Pastoor ook, allemaal klak af, hè. Ja. En had je al schrik van die man? Ik had ook geen schrik van, man. Ik denk wel, ik weet nog goed, als van de retraite zielen, dat het heel stil wordt in de kerk. Hè? Dat er zijn vaast op de preekstoel klopte, dus die de retraite gaf. Hè? Pater, maar alles. Wat was dat, juist die retraite? Preken. Preken, drie, vier dagen achterin preken, zeker. Wat waren de missies dan? Ja, en pastoor, daar had je niet schrik van? Nee. Maar ik zag wel pastoor op de steenweg, dus op de baan. We zijn een brevier aan het bidden. Toen waren er nog geen auto's, ik kon er in het midden van de straat lopen. En wat is dat dus in een brevier? Want dat kennen ze na niet meer. In een boek moet al de lezingen zeker in staan. Ja. Valère, en de zieke mensen, krijgen die bezoek van pastoor? Die krijgen gewoon, ik was dat vrijdags en dan zie ik nog altijd... de pastoor, dus bij de hosties, naar de zieken dragen en de kaster bij de lamp, de godslamp zo. En een bel van tijd ging de zo de zieken bezoeken en kreeg de hostie. Weet je nog vroeger bij uw mama de wasdui? De was in de streek? Ja, dat was bij machine en dat machine, dat waren twee vleugels, dat was zoom, zoom, zoom. En dan kapten ze dan in en dan wordt onderkant vuur gestookt. Ja. Ja, dat was het wasmachine. En bij wat was het ze? Wat product? Braanzeep, geloof ik. Ja. En weet je uw mama de strijk? Bij strijkijzer op de stof. Twee strijkijzers. Als die een warmde op en de ander was dan in gebruik. En ze wisselden er zo af en toen strijken ze. Dat was op een Luiverse stof? Op een Luiverse stof, ja. Een Luiverse stof, daar weet ik iets te vertellen. Van ja. Als ik klein was... Hij de lui uitgetrokken en de katten zaten in de naas en ik had de lui vol afels door de katten gesmeten in de living. Hola, dan zal er een tijd geweest zijn. Toen was het lag prijs. Ja, Valère, je wou nog iets vertellen over uw kui? Ja, we moesten dus de kui teuren, dan hadden geen eten genoeg zeker in de wei. En dan stond er klaver gezaaid op een veld en dan moesten we bij de kui de wijnen gewoon. Aan een tuinpak, dat was zo'n ijzer, dat in de grond klopte, bij de noot en amel. En dan ook door een ketel van 2-3 meters en daar ook we de kui aan vast. En mochten we zien dat de kui niet met elkaar kruisden, hè, en dat hij een toer hadden, dus ja. En deed je dat geen? Ja, dan had ik een tentje mee en dan zat ik in mijn tentje. Hè. Ofwel ging je voor het een en terug, dus altijd... terug thuis, hè.